Danny, ben je eigenlijk zelf gesloopt naar zo'n wedstrijd? Ik drink gedurende de wedstrijd denk ik 2 flessen leeg. Hè? Want ja, je staat daar en ja, het kost je gewoon een hoop energie. Hè, je bent ook continu bezig met denken, praten. Het zijn natuurlijk wel hele kleine dingen, maar ja, gewoon in de beleving in zijn totaliteit. Dan is het gewoon op. En dadelijk ook thuis, dan nokkie. Dan is het over. Ja. Ja, maar dan sta je gelukkig wel als een tevreden mens, denk ik, als je met 28-21 wint uit in Nieuwegein. Ja, dan sta je zeker als een tevreden mens. Ik denk dat, ze zeggen ook vaak in het leven, hè, als je wint heb je vrienden natuurlijk. En is in dit ook. Hè? Kijk, op het moment dat je natuurlijk zo'n wedstrijd kan afsluiten, ja, dan ben je gewoon de koning te rijk. Ongeacht even dat je met 7 goals wint, maar als je überhaupt wint, hè, en zeker van de situatie waar we vandaan komen, ja, dan ben je gewoon dols gelukkig. Nu is een bijna een soort valkuil van deze stand, is dat je je eigen speelstijl misschien iets defensiever zou gaan maken, maar dat kan juist ook misgaan, want je hebt zo'n dikke voorsprong opgebouwd voor die return. Ja, nee, ik denk dat wij geen aanpassingen gaan doen aan ons spel. Kijk, ik vind dat ons spel is natuurlijk altijd het samba-handbal geweest. Hè? Dat heb ik bij de jeugd er al ingebracht. En tuurlijk, hè, dat zie je nou ook. Vanuit het samba maak je natuurlijk heel veel technische fouten, maar het maakt het spelletje wel leuk. En gelukkig, hè, je gaf het zelf ook aan, spannend. Ja, 2 fasen waar ze eens terugkwamen tot 1 punt. Nou, we nemen een keer een time-out natuurlijk. We zetten alles weer op orde. We geven eraan waar iedereen moet staan. En dan kan je gewoon weer rustig terugkomen. En dan denk ik, ja, dat is wel mooi. Maar dat op de break supersnel, gewoon aan alle kanten flitsen ze eroverheen. Dat is natuurlijk wat jij het liefste ziet. Ja. Ja, kijk, ik denk dat... Kijk, wij hebben daarentegen een hele jonge ploeg. Hè, fysiek sterk, jong, traint ook heel veel. Nieuwegein heeft daar natuurlijk een hele geslepen, ervaren, oudere ploeg. Ja, dan moet je daar natuurlijk op een gegeven moment gewoon een verschil in kunnen maken. Ons spel is natuurlijk snel en dynamisch. Zij hebben natuurlijk een rustig, geslepen, tactisch spel. Ja, en dat is totaal verschillend. Op basis van vandaag zou ik zeggen, ervaring of niet, jullie horen kennelijk thuis in de Eredivisie. Je hebt wel een, gewoon een ontzettend zwaar seizoen achter de rug. Hoe zou je dat seizoen typeren en hoe je er nu bij staat? Hoe zou je het seizoen typeren? Nou ja, kijk, op voorhand, hè, maakt iedereen natuurlijk de competitie een beetje belachelijk. Hè? Je start het seizoen en eind van de rit eindig je met 0 punten. Iedereen begint weer op 0. Nou, de competitie wordt gesplitst in 2 helften. Nou, oké. Wij hebben daar natuurlijk toch gekozen om met die jonge groep natuurlijk heel veel te trainen. Heel veel wedstrijdminuten te maken. En tuurlijk heb ik wat jongere jongens nu even in hun eigen categorie laten handballen. Om, nou, zoals een Nick van Dijk, hè, een jongen van 2 meter even terug te halen. De keeper Maarten. Maarten van de Koning. Maar dat is natuurlijk ook meer omdat onze keeper Chris-Jan natuurlijk geblesseerd is geraakt. En ja, we hebben dan nog een keeper, Leroy van Zanten. Ja, die was natuurlijk echt geblesseerd. Kon ook wat minder trainen omwille zijn werk. Hè. Die heeft op een gegeven moment gekozen voor zijn opleiding. Als je het dan zo op kunt pakken met zo'n jonge groep in zo'n laatste fase, dan zie je dat we gewoon nog steeds fit zijn. Hè, alhoewel we natuurlijk vorig jaar in mei het stokje hebben overgenomen van Piotr Konitz. Hij moest natuurlijk al gelijk aan de bak. Wat is niet niks. Nee, maar in die degradatiepool, je zit in pool B volgens mij. En daar eindigde volgens mij ook als laatste, toch? Nog onder Hercules. Ja, onder Hercules. Hercules zat in pool A. Ik wil niet noemen dat we onder Hercules geëindigd zijn. Ik denk als je die na-competitie ook ziet, daar hebben we echt heel goed gespeeld. Als je kijkt de Aristos uit, hè, dat was dan de wedstrijd. Daar staan we ook gewoon 3 punten voor met nog 3 minuten te gaan. Daar een speler mist. He, die zegt in zichzelf, potverdomme, ja, krijg daardoor 2 minuten. Nou ja, als je in de laatste 3 minuten tijd, 2 minuten tijdstraf krijgt, dan krijg je natuurlijk 6-5 te spelen. Ja, daardoor kreeg natuurlijk Aristos vleugels. Vervolgens deed natuurlijk een speler een onbezonnen actie van mij. Dat was een terechte 2 minuten. Ja, dan kom je natuurlijk met 4 man te staan. Ja, met 4 man, met nog 3 minuten, 3 goals voor, dat hou je niet. Dus die wedstrijd geven we weg met 1 of 2 goals verschil. Uiteindelijk spelen we gelijk tegen Hellas. Hellas thuis. Dat was een hele mooie pot. Vervolgens gaan we naar Venlo. Nou, ook daar een hele mooie wedstrijd. Waren we niet altijd helemaal gelukkig in de, ja, in de begeleidingssfeer. Laten we het daarop houden. De acties werden toch wat anders gezien. Als dat naar mijn idee in werkelijkheid was. Nou, oké, die verlies je dan net. He, met 1 goal verschil. Ik moet ook zeggen, die hebben we ook wel voorgestaan.
En toen hadden we zelf twee tactische fouten. En die tactische fouten zaten meer in dat we aanvallend verdedigd doen wij wisselen. Nou, op een gegeven moment hadden we ook 2 minuten en iemand hoort zijn naam. Die denkt, ik moet erin. Maar die had dus een 2 minuten tijdstraf. Komen dus ook met 4 man te staan. Daardoor geven we de wedstrijd ook weg. Je ziet hoe snel het gaat in 5 minuten tijd. Uiteindelijk Tagels. Tagels die pakken we thuis in onze hal. En speelde ook een goede wedstrijd. Toen moet ik ook zeggen was Arjan Stuiver op schot. Toen kregen we weer Aristos thuis. Nou, die staan we gewoon voor. En ja, met nog 2 seconden te gaan, schiet zijn de bal er weer in. Huppatee, dagwedstrijd. Ja, weet je, en dan loop je gewoon achter de feiten aan. Maar dan weet je dat je er echt zo en zo dichtbij zit. Ja, en dan moet gewoon op een gegeven moment keer echt het kwartje hebben we niet meer. Hè? Maar dan moet het kwartje de andere kant op kunnen rollen. Je bedoelt eigenlijk, die uitslagen waren enigszins vertekenend. Je verliest misschien vaak, maar het vast vaak nipt. En dat geeft aan dat jullie het niveau wel aankunnen, dat bedoel jij? Ja, dat denk ik wel. En vandaar dat ik zei, ja, en nou valt dus het kwartje. Op een gegeven moment valt die echt om. En dat heb ik met Hercules gezien. En dat zie je nou dus ook. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, dan is het stijgen team boven zichzelf uit. Of is dit het werkelijke spel? En ik denk dat dit het werkelijke spel is. En dat ze zich dus niet boven zichzelf uitstijgen. Dat je nou gewoon achter in volgende 3 weken laat zien, bang, dit is het. Jullie hebben Hercules uitgeschakeld. Er komt nog 1 returnwedstrijd hier. Het gaat om doelsaldo uiteindelijk. Het is niet dat er een 3e wedstrijd kan komen. 7 doelpunten verschil nu al. Ja, ik ben absoluut geen handbalkenner. Maar ergens denk ik dan, ja, dat mag je toch niet meer weggeven? Ja, niks is gek in het handbal. Hè. Ik heb ook natuurlijk in de succesjaren gezeten ook, hè, met Haro toen ze promoveerden. Weliswaar ja, als interim coach als Piotr Konitz niet kon. Maar dan zag je ook, moest natuurlijk ook zo'nzelfde wedstrijd spelen. Hè. Toen was natuurlijk Haro, Nieuwegein om het zo maar te zeggen. En stond Hellas aan de andere zijde. Die won Hellas natuurlijk bij ons thuis met 7 goals verschil. Dus ja, die ging natuurlijk ook met de fanfare gingen ze weg. Ja, toen kwamen we daar natuurlijk in Den Haag bij Hellas. Ja, en winnen we met 7 goals. Alleen ja, toen kwam het erop op aan. Dus de uitgescoorde goals. Ja, en die had Hellas net 1 meer als wij. En ja, dat is dan zuur. Heel zuur. Maar hoe dan ook, dit geeft vertrouwen. Dit geeft zeker vertrouwen, ja. Dit geeft zeker vertrouwen. Ik denk, niet voor mij, maar wel voor de ploeg. Ik denk dat de ploeg, je gaat toch weer anders spelen, anders trainen. Je bent anders bezig. Ja, en dan is dit alleen maar lekker met zijn ploeg. En de allerlaatste vraag dan. Volgens mij denk ik dat je vandaag ook wel bewijst dat je in de Eredivisie dan toch thuis hoort. Ja, wij horen thuis in de Eredivisie. Kan ik wel volmondig zeggen. Voor het totale opleidingstraject enzovoorts. Dat is onze plek.